De klimaatprotesten hebben zondag een vervolg gekregen. Tientallen Nijmegenaren vertrokken 's morgens met de trein naar Amsterdam, waar een grootschalige klimaatmars werd gelopen. Ongeveer 40.000 mensen verzamelden zich op de Dam en liepen vervolgens in de stromende regen mee. De voorbije weken werd overal in het land al geprotesteerd. In Nijmegen liepen enkele tientallen studenten en scholieren kort geleden al 2 maal een klimaatmars. Zij demonstreren tegen het klimaatbeleid en willen dat de klimaatdoelen beter worden nagestreefd.